Roxanne Kneteman sprak dinsdagavond in Vandaag een site over een jaarlijks moment dat moeilijk voor haar is, namelijk de overlijdensdag van haar beroemde vader Gerry Kneteman. Morgen is het 18 jaar geleden dat jouw vader Gerry overleden is, toch? vroeg gastheer Wilfred Gené aan haar. Die vraag van Wilfred werd bevestigend beantwoord door Roxanne. Morgen, vraagt René van der Gijp vervolgens. Roxanne, morgen, ja. René geeft Roxanne daarop een schouderklopje. Ja, mooi man. Theo van Goch ook dan, hè? Roxanne reageert verbouwereerd. Mooi man, haha. Ha, ha. Wat zeg je nou? René ongemakkelijk, nee, 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 maar achttien jaar geleden, man. Er ontstaat wat ongemak aan tafel. Johan Derksen, hij bedoelt het goed. Roxanne, ja, ik weet het. Ik vind René een goede gast. Wilfred, ik probeer er nog een serieus momentje van te maken, maar mooi man. Haha. Ha. Roxanne, ik ben een beetje van mijn apropos al een paar dagen en morgen is gewoon de kutste dag van het jaar. René, hoe oud was jij? Roxanne, 17. René, mijn zoon verloor zijn moeder toen hij 14 was. René kwam gisteravond dus terug op dat ongemakkelijke einde van de avond ervoor. Mag ik nog één ding heel even recht zetten? Ik zei gisteren tegen het meisje Roxanne vanne. Wat zei ik nou? Lekker man, of zo. Maar dat kwam nadat jij had afgekondigd. Ik was er al niet meer bij. Ik heb totaal niet gehoord wat jij zei. Johan, ja, maar, René, dat kwam niet verkeerd over. René, ik heb totaal niet gehoord wat hij zei. Johan, nee, klopt. Job Knoester, dat was heel duidelijk. René, ik heb niet gehoord wat hij zei. Job, maak je er niet druk om. Dat was heel duidelijk. Johan, dat is een stopwoordje van jou. René, ik heb helemaal niet gehoord waar hij het over had. Jop, dat was heel duidelijk. Johan, en ze begreep het zelf ook.